helemaal doorweekt. Kijk mijn jas. Oh. Hallo, goeiemorgen. Friday. Morgen is het al zaterdag. Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben roepjes en... Daar komt Sint Maarten aan. En Jola die baalt een beetje, want... Ik heb nog geen één liedje geleerd, behalve die. Ja, het is wel leuk om speciale liedjes te hebben. Maar dat komt wel goed. Ik mag vandaag mijn bril ophalen. Ja. Die ik voor... Misschien hebben jullie wel gezien... Dat ik die vorige week heb uitgezocht. En dan mag ik ook mijn Dr. Martens ophalen die ik besteld heb. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Ja, ja, eindelijk, eindelijk. En dan ga ik nog even de tas uitpakken van gisteren. En die nog even laten zien aan jullie. En verder zullen we nog wel even zien wat deze dag brengt. Hè? Ja. Beetje editen, beetje boel. Zo, eens even kijken wat ik gisteren allemaal heb meegekregen en gekocht. Ook nog wat dingetjes. Want dan ruim ik het meteen maar even op. Deze broek, die heb ik bij de Sting gekocht. En dat is echt zo'n heerlijke broekie. Ja, je moet ervan houden of niet. Maar wanneer je zwanger bent, is dit dus echt... Dat kan gewoon lekker helemaal over je buik. Omdat die modellen heel hoog zitten. En ook niet al te strak zijn aan de bovenkant. Dit truitje heb ik gekocht van Monki. Ook weer zo'n lekker zacht stofje. Op een gegeven moment zal mijn buik er wel onder vandaan komen. Maar dat is misschien wel juist leuk. Want als ik hem dan een beetje omhoog doe en die buik zo eruit laat komen en een lang shirtje eronder doe, dan is het juist wel leuk, denk ik. Oh ja, deze broek had ik nog geruild bij de Zara. Een hele leuke broek van 20 euro. Met zo'n zijkant. Ik heb ze trouwens ook bij een meisje gezien in het groen. Die vond ik ook super leuk. Ik weet niet, heeft iemand van jullie ze ergens in het groen gezien, deze broeken? Laat me weten, want ik vind deze broek echt leuk in het groen. Als je zwanger bent, dan moet die gewoon hier vooral een beetje los zitten. En ik zat te kijken en ik denk dat ik deze naden, die kan ik loshalen. Het zit maar met één stiksel vast hier. Die. Als ik die dan loshaal, dan maak ik die band hoger en losser. Dus, dan kan die zo mooi over mijn buik heen. Heb ik weer een zwangerschapsbroek erbij. Staat er iemand voor de deur? Staat er iemand voor de deur? Of niet? Hé? Nee, ik heb niks voor jou gekocht. Ook niks gekregen voor jou. Jammer hè. Deze had ik gekregen. Dit is echt heel erg leuk. Als je nou hier in je koffie meeneemt en je hebt hem op, dan kun je dus daarna je koffiebeker heel makkelijk in je tas meenemen door... En zo, hup, mee te nemen. Dit tasje had ik trouwens eergisteren gekocht bij de Primark. Schattig dingetje, hè? En best nog wel wat ruimte. Ishi, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Deze trui is lekker. Die gaan jullie mij zeker nog eens zien, want hij is een beetje lang. Dus mijn buik kan er lekker in groeien. En van de achterkant valt hij dan een beetje half op je bil. Dus niet zo helemaal hoog dat alles weer de hele tijd eruit valt enzovoorts. Dus ik ben nu al gek op deze trui. Ik heb het nog in één keer aangehad en ik ben er al gek op. En dan een rok van stof. Ook heerlijk lekker uitrekbaar. Dat kan lekker zo over die buik. Heerlijk. Nu een langere rok. Ook echt heel fijn. Oh, een hele leuke sjaal van Sunday. Wat fijn al die warme sjalen met dit weer. Een leuk t-shirt. Oh ja, bij de H&M heb ik deze gekocht. Een leuk shirtje. En deze vond ik helemaal leuk, want die is heel kort. Maar als je daar dus een ander shirtje onder doet, die lang is. En ik heb straks een hele dikke buik. Dan komt die buik zo helemaal eronder vandaan. Dus, en dan zit dit zo helemaal eronder. Dus dat is juist heel erg leuk van dit soort topjes. Oh, snackcup. Dan kun je dus heel makkelijk de snackjes indoen en die kunnen eruit gepakt worden. Zo. Zonder dat de deksel er steeds af hoeft. Maar dan kan het er ook niet uitvallen. Dat is handig. Oh ja, nog zo'n kort truitje van Bershka. En dat is dan zo'n... ook weer zo eentje die dan heel leuk met iets zwarts eronder kan. En dat het dan gewoon kort is. En dan kun je hem nog meer optrekken.
En dan komt zo heel leuk die buik er zo onder vandaan. Als ik eenmaal alle kleding een beetje getest heb en mijn buik is wat dikker, dan wil ik rond de 30 weken, dus over 9 weken, wil ik ook een video gaan maken waarbij ik echt al mijn favoriete kledingstukken laat zien. Dus dan laat ik nog een keertje precies zien wat ik allemaal heb gedragen tijdens de zwangerschap en wat mijn voorkeur had en waarom. Dus deze komende 10 weken kan ik dat mooi gaan uittesten. Maar dit idee heb ik wel hierbij dat dit heel leuk is. Want kijk, dan heb je dus gewoon een zwart shirt aan. Dit kan lekker groeien. En dan maak je het toch een beetje leuk door zoiets erboven te doen. En dan hoef je eigenlijk alleen maar zwarte basics of andere kleuren te kopen voor eronder. Kijk, dit vind ik nou ook zo leuk voor Bart vooral. Dat hadden ze gisteren ook bij PR Bureau. Echt hele mooie draagzakken. Maar hoe leuk is dat als Bart met zo'n draagzak loopt? Ik zie dat gewoon helemaal, dat is echt een soort droom. Echt een soort droom dat je zo'n vent hebt die daar dan mee gaat lopen. Ja, echt heerlijk. Misschien was het wegbrengen van Jol met de fiets niet zo'n goed idee. Want nu moet ik haar dus ook ophalen met de fiets. Terwijl het regent. Maar goed. En ik voel het ook weer onwijs in mijn keel. Met slikken. Echt weer. Het komt weer terug. Ik dacht echt dat ik er... Dat het niet echt doorgezet had of vanaf was. Maar het komt weer terug. En dat vlak voor het weekend. Nee. En dit is het effect. Erg. Van deze regen. Helemaal doorweekt. Kijk mijn jas. Oh, het is koud. Het lijkt wel echt alsof mijn handen bevroren zijn. Of winter is of zo. Oh. Nee, of wintersport. Het lijkt op wintersport, ja. Martins, eindelijk in de pocket. Die dingen die wil ik echt al een jaar of zo. Oké, daar zijn we weer voor het ophalen dit keer. En hij wordt nog even afgesteld ook. Ja, daar is hij. Priel is ook in de pocket. Yay, yay. Ik ben ook bijna helemaal klaar voor winter, joh. Bril, schoenen. Oh ja, die jas. Jas. Tja. There we go again. Niet goed, want je hebt daar de tekst. Maar niet heus. Ja, hoi Jola. Daar is Jola weer. We hebben een kleine discussie over Sint Maarten liedjes. Want ja, ik vond hem een beetje... lang en de tekst vond ik niet zo heel erg super. Maar goed, jassentocht is gestaakt. Ik ben er even klaar mee met die jassen. Ik vind die panterjas echt super leuk. Maar misschien als die echt in de uitverkoop is of zo, dan doen we het gewoon. Maar dat moet echt een jas voor erbij zijn. Dus voor nu nog even niet. Ik laat het even los. Gelukkig pas ik deze jas nog bij mijn buik. Dus dat komt allemaal goed. En nu Jola. Ik geef hem aan jou. Mijn liedje, nou, ik had hem geleerd van een vriendinnetje van mij op turnen. Hij gaat zo. Sint Maarten, mijn moeder is een deksel, mijn vader is een deuntje. Geef me een pepermuntje. Pepermuntje hoef ik niet. Geef me een suikerbiet. Suikerbiet met honing. Morgen wordt de koning. Koning wil ik ook niet zijn. Geef me dan een mandarijn. Mandarijn met honing. Of een mandarijn met pindakaas. Morgen word ik Sinterklaas. Sinterklaas wil ik ook niet zijn. Straks ben ik toch de beste. Jeetje, wat lang. En dan ineens is hij zo abrupt geëindigd. Maar, mag ik nog wat vertellen? Ja. Weten jullie waarom Jola daar zit? Had ik dat van de week al verteld of niet? Jola mag voorin. Ja, omdat ik 1,35 meter ben. La 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 la. Ontploffing. Wow, van boven lijkt hij helemaal groot, hè? Hij is echt heel veel aan het schoppen. Vooral aan deze kant gisteren.
was het echt niet normaal. Echt. Dat schoppen zo leuk. Het is alweer avond en gelukkig maar. Want ik heb deze dag echt mega veel last van mijn keel. Het komt weer helemaal terug. Ik had het dinsdag natuurlijk al eventjes erover. En dat ik me echt ziek voelde. Toen is het overgegaan. Of weggebleven. En nu is het echt wel weer een beetje terug. Dus ik ga dit weekend even weer rustig aan doen. Morgen gaan Bart en Jola naar een event in de Ziggo Dome. En dat is over het heelal. En daar zijn ze allebei helemaal weg van. Dus Bart die had ooit meegedaan aan een prijsvraag van Albert Heijn. En ze hebben gewonnen. Dus ze hebben twee kaartjes. Dus ik kan helaas niet mee. En het is met André Kuipers. Waar ze ook allebei helemaal gekke fan op zijn, van zijn. Dus dat wordt heel erg leuk. En ik heb ook aan ze gevraagd of ze dat willen vloggen. Dus die doe ik dan gewoon even als extra vlogje. Doe ik die morgen. Dus morgen sowieso weer kijken als je dat leuk lijkt. Om wat van het uitstapje van Bart en Jol te zien. En dan maak ik misschien ook weer een beetje goed dat ze vandaag niet zoveel in beeld waren. En ik zelf eigenlijk ook niet zo heel veel boeiends heb gedaan vandaag. Dus, nou ja. In ieder geval toch bedankt voor het kijken voor vandaag. Ik ga even lekker bijkomen. En nou, misschien tot morgen. En anders tot zondag. Dan is er nog een extra video. Nou, en anders weer tot de zwangerschapsupdate aankomende maandag. Doei doei! Dankjewel voor het kijken. Abonneer hier. Muah!